Blitz is de hond van Jolande Dijkshoorn uit Schipluiden. Het is een border collie teefje, zwart-wit met een witte bles en een beetje grijs op de kop. Ze is in de nacht van 15 op 16 augustus niet meer thuisgekomen. Het is een gezinshond, we missen haar onwijs en ik weet zeker dat Blitz ons ook mist. Daar in de Vette wonen ze. 'S Nachts liep Blitz buiten om het erf te bewaken. Ook maakte ze wel eens een ommetje. Elke ochtend was ze er altijd weer. Alleen die ochtend van 16 augustus was ze er niet. En ze is ook nooit meer thuisgekomen. Wij sluiten niks uit. Dus ik zou heel graag willen vragen aan iedereen om uit te kijken naar Blitz. En nu, op dit moment, maar ook nog over een half jaar. Want wij willen echt heel graag dat ze thuis komt. Mijn dochter had haar kunstjes geleerd. En het is gewoon ons maatje. En ze moet gewoon thuis komen. Mogelijk is ze door het weiland in dit bos langs de Lotsweg terechtgekomen. Daar is nu een zoekactie bezig van Team Dierenacties Westland. Als er een spoor is, wordt er ook een speurhond ingezet. Zoeken ze vaak naar honden? Ik zou bijna zeggen gelukkig niet. Want je wil natuurlijk niet dat er heel veel honden vermist raken. Maar ja, maandelijks komt er toch wel een verzoek binnen voor een hond om die te gaan zoeken. Je hebt soms een hele lange adem nodig. Ook omdat de hond in een soort stressmodus gaat. Dus die gaat niet meer reageren op mensen en ook niet op zijn baasjes. Onze laatste zoekactie naar Paco in Hoek van Holland, die heeft 13 dagen geduurd. En met succes afgerond, toch? Ja. Het hoeft niet per se zo te zijn dat zij natuurlijk mee is genomen. Ik heb nog steeds hoop dat ze gewoon wordt gevonden. Ze is gechipt, ze heeft het telefoonnummer aan de halsband. Ze moet gewoon gevonden worden. Mijn ervaring is, mensen zeggen vaak mijn hond of mijn kat is gestolen, is uit de tuin weggehaald. En dat blijkt toch vaak niet zo te zijn. Zijn ze toch uiteindelijk weggelopen. Maar ja, als dat wel een ontwikkeling is, dan moeten we daar zeker alert op zijn natuurlijk. Wie weet waar Blitz is, kan mailen naar huisdierenvermistgevonden@gmail.com.